Yo, mensen, welkom bij Loot's nieuwe video op mijn kanaal. Het is een keertje een iets andere video dan anders. Waarschijnlijk is de titel Stop ik met Fortnite? -vraagteken. En dat ga ik nu allemaal uitleggen, jongens. Waarom ik deze titel heb gekozen en waarom ik deze thumbnail heb gekozen. Wel, jongens, ik ga heel eerlijk met jullie zijn. Ik ben super hyped naar Black Ops 4 toe. En Fortnite, begin ik toch stilletjes aan toch wel een beetje beu te raken. Fortnite, ja, het is nu al ondertussen een jaar en meer. En als je al een jaar dezelfde game speelt, um, dan begint het niet meer zo leuk te worden. Call of Duty komt ook ieder jaar uit. En ieder jaar is al een nieuwe Call of Duty. Nu, bij Call of Duty zijn er wel nieuwe maps en zo. En zijn er meer, is er meer dan één iets. Bij Call of Duty heb je zombies, heb je multiplayer. Vroeger was het singleplayer, maar nu in de plaats van singleplayer heb je Black code. Bij Fortnite heb je natuurlijk Battle Royale en Save the World. Save the World, dat speel ik al niet. Dus ik speel maar één game mode en dat is Battle Royale. Dus dat is telkens opnieuw en opnieuw en opnieuw hetzelfde. Nu, de map is eigenlijk nog steeds niet veranderd. Wel, er zijn wel een paar stadjes en steden veranderd in de map, maar de map zelf is nog nooit veranderd. In Call of Duty heb je ook heel veel verschillende maps. En ik ben er echt van overtuigd dat ze in Call of Duty Black Ops later ook een nieuwe Black Ops map gaan doen. En dat vind ik een beetje jammer aan Fortnite. Dat ze geen nieuwe map toevoegen. Dan is het een stuk leuker. Fortnite doet heel veel updates. Maar het zijn vooral updates van nieuwe skins. Nieuwe dat, nieuwe dit. Geen nieuwe map. Dat is wel een beetje jammer. Nieuwe wapens, dat is ook al leuk, maar ik wil een nieuwe map. En ik heb even nagedacht. Ik heb er heel goed over nagedacht, jongens. Het lijkt me niet zo logisch dat ik nog steeds Fortnite voor jullie upload/slash livestream, terwijl ik het niet leuk vind. Dat is niet de bedoeling. Dan ben ik gewoon niet van plan. Maar ik heb wel een ander idee, jongens. Ik ha. Ga... Oké, okay, nu ga ik veel mensen blij maken. Waarschijnlijk. Het is te zien de manier waarop je het bekijkt. Maar ik ga nog Fortnite doen. Elke zondag. Elke zondag ga ik Fortnite doen. Maar het zullen andere streams zijn van Fortnite. Ik ga elke zondag samen met kijkers live cinematic videos maken. Dus in die livestream ga ik samen met kijkers live. Cinematic video's maken. Nu, hoe zit deze serie in elkaar? Dit is een serie dat ik ga livestreamen en uploaden op mijn kanaal. Dus het is een serie die bestaat uit livestreams en uit video's. En ik heb heel goed nagedacht. En deze serie heeft nog nooit iemand geüpload op zijn kanaal. Nu, waarom wil ik een serie doen? Waarom wil ik iets anders doen? Omdat cinematic video's maken in Fortnite. Het is iets anders dan gewoon squad spelen in Fortnite. Dus het is iets anders, dus daar heb ik dan wel meer zin in. En de, iedereen die Fortnite speelt, doet gewoon live squads, live duo, live solo. Ik wil iets anders doen, jongens. Ik wil het origineel maken, ik wil het anders maken. En misschien op die manier zullen er ook veel kijkers zijn. Zullen de kijkers het leuk vinden, ik hoop wel. Maar als ik dit allemaal uitleg, gaan jullie het waarschijnlijk. Super leuk vinden. Als jullie gewoon squats al met mij leuk vinden, dan gaan jullie deze serie ook heel leuk vinden. En wat houdt deze serie in? Live ga ik drie mensen uitkiezen die kunnen meehelpen met de cinematic beelden te maken live. Dus jullie mogen in de livestream meehelpen om die cinematic beelden te maken van Fortnite. Ik heb ook al heel goed nieuws. Ik kan vanaf nu in een chatparty livestreamen. Dus als ik drie mensen uitkies. Drie mensen die zijn gewonnen. Die drie mensen kunnen meedoen in de cinematic video. Ik heb die drie mensen gekozen. Ik voeg ze toe in de chatparty. En die drie mensen kunnen gezellig meepraten in de stream. En dan kunnen wij met z'n vieren een mooie cinematic video maken. Maar het is niet zomaar een cinematic video. En het is niet zomaar dat ik het gewoon zo doe. Nee. Oké, okay, ik ga dat waarschijnlijk twee à drie keer doen in de stream. Dus twee à drie keer ga ik drie verschillende mensen uitkiezen. En dan ga ik van die Cinematic Video's zelf video's van uploaden. En ik ga natuurlijk ook mensen uitkiezen die het verdienen om mee te doen: mensen die actief zijn, mensen die aardig zijn, mensen die anderen helpen, mensen die bazen zijn en die het verdienen. Die mensen ga ik uitkiezen om mee te helpen. Aan de cinematic video's. En ik heb al super veel zin in die soort streams. Want het is iets anders. Op Fortnite nog altijd. Maar iets anders. Daar heb ik wel zin in. Nu. Jullie moeten eigenlijk. Zelf een plan bedenken. Waarover jij een cinematic video wil maken. Dus jullie drie moeten samenwerken. Met mij erbij. Want ik ga ook mee helpen. Ik moet het opnemen. Het beste team. Die een cinematic video heeft gemaakt. Die video heeft de meeste likes, de meeste weerhaven. Die drie personen winnen alle drie 10 euro V-bucks. Dus voor alle drie 10 euro V-bucks. Dus in totaal 30 euro V-bucks. Ik ga waarschijnlijk 5 verschillende streams doen. En 5 maal 3 is 15. Dus er zijn 15 teams die kunnen deelnemen. En uit die 15 teams kan er 1 team. Elk persoon. 10 euro V-Bucks gaan winnen. Dus dat is een super leuke serie, jongens. Jullie kunnen er iets mee winnen. Jullie kunnen in de livestreams komen. Jullie kunnen in de video's komen. We kunnen er een toffe stream van maken. We kunnen leuke Cinematic uh, video's maken. We kunnen dat allemaal doen. Nu voor de mensen die dat graag willen doen. Ten eerste moet je al een goede microfoon hebben. Ten tweede moet je natuurlijk niet helden. Ten derde moet je natuurlijk duidelijk spreken. In de stream, zodat de kijkers jou ook kunnen verstaan. En ten vierde, mogen jullie zelf ook niet ruzie maken met elkaar. Want het zijn drie random mensen die bij elkaar worden gegooid in team. Dus, jongens, laat even weten in de reacties. Of jij dit een goed idee vindt. Vind jij dit een goede serie? Drop dan even een like. Dan kan ik ook zien aan de likes. Hoe gemotiveerd jullie zijn voor deze serie. En dat was het eigenlijk, jongens. Dus, waarschijnlijk, als ik elke zondag live ga. En ik kies bijvoorbeeld. Um, 3 keer Teams uit van 3 op 1 zondag ga ik 5 zondagen streamen. Om dan, dus om de 5 zondagen wordt er een winnaar bekendgemaakt in deze serie. Om de 5 dagen, dus om de 5 dagen geef ik in principe 30 euro V-bucks weg. Om de 5 zondagen, dus dat is ongeveer bijna om de 2 maanden. Voor mij leuk, lijkt het echt super leuk. En dan is mijn kanaal gewoon meer creatief en niet enkel van Black Ops 4. Verder ga ik nog Black Ops 4 streamen. Ik ben super hyped voor Black Ops 4. Ik vind het een super goede game. Dus voor de mensen die het een super goede game vinden, jullie zijn al altijd welkom bij de streams. Maar dit is nu voorlopig hoe ik het ga doen met Fortnite en Call of Duty Black Ops 4. Dus jongens, hopelijk hebben jullie genoten van deze video. En dan hoor ik jullie later. En zie ik jullie in de volgende Fortnite stream zondag. Ik verwacht jullie allemaal later, boys.